We willen vanmorgen stilstaan bij de vrijsteden, zoals u dat is voorgelezen in nummer 35. Ik lees u alleen nog het 15e vers. Nummer 35, vers 15. Diezelfde zes steden zullen voor de kinderen Israëls en voor de vreemdeling en de bijwoner in het midden van hen tot een toevlucht zijn. Opdat daarheen vlieden wie een ziel onvoorziens slaat. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de gave van de vrijsteden. In de tweede plaats schuldig of slachtoffer. In de derde plaats letten wij op de dood van de hoge priester. Dus ten eerste de gave van de vrijsteden. In de tweede plaats schuldig of slachtoffer. In de derde plaats de dood van de hoge priester. Onze schriftlezing begon in vers 9 met het woordje voorts. Dat wil zeggen, de Heere heeft vanmorgen nog meer tot u te zeggen. Hoort u dat? God spreekt vanmorgen nog meer dan hij al gedaan heeft. Wat heeft de Heere al vanaf deze preekstoel een woorden tot u gericht? En hij doet het vanmorgen weer. Nog meer dan voorheen. En staat er dan in vers 9, voorts sprak de Heere tot Mozes. Mozes is slechts de spreekbuis, de mond van de Heere. En Mozes geeft het dan weer op zijn beurt door aan de kinderen Israëls. U bent toch vanmorgen niet gekomen om een dominee te horen? Maar dan valt het alleen maar tegen. God spreekt door middel van zijn knechten tot u. Dus je hebt vanmorgen met God te maken. En ik zeg u op voorhand dat de Heilige God zich niet laat beoordelen. Hij vraagt vanmorgen niet, nou, wat vond u van de preek? Nee, dat woord van God, dat komt tot u en tot mij. En nu gaat God het met u vanmorgen hebben over de vrijsteden. Dat betekent dus dat het verschijnsel van de vrijsteden geen uitvinding zijn van mensen. Dat hebben mensen niet bedacht. Maar dat heeft God bedacht. Ik hoop dat u uit ervaring bij bevinding weet dat er een tijd was in uw leven dat zalig worden voor u het meest onmogelijke was. Het meest onmogelijke. Ik heb al wel vaker vanaf deze preekstoel gezegd, net als Bunyan. Bunyan zei, ze hadden nog beter kunnen zeggen, pluk maar een ster van de hemel. Dan dat ik zou kunnen komen tot Jezus. Maar hoe moet dat nu? En hoe moet je nu geloven? En hoe moet je je nu bekeren? En hoe moet je nu vertrouwen? Hoe moet je nu zalig worden? Weet u, ik vind het soms heel vreemd dat mensen zalig zijn en dat ze de Heer Jezus hebben gevonden, dat ze aan het avondmaal komen. En je hebt nooit gehoord
hoe dat nu moest. Hoe dat nu moest. Nou kijk, de Heere spreekt door middel van de mond van Mozes. En het gaat over vrijsteden. En die vrijsteden, dat heeft God bedacht. Daar waren ze dus in Israël niet opgekomen. Dus is er weliswaar vanmorgen een woord tot alle hoorders, want de Heere spreekt tot ons allemaal, of wij het horen of niet. Maar wat zal dat vanmorgen een blijde boodschap zijn voor mensen die niet weten hoe ze zalig moeten worden. En die niet weten waar ze vrede kunnen vinden voor hun opgejaagde ziel. Kijk, want God weet wel of er vanmorgen in Elspeet een opgejaagde ziel zit. Die bang is om te sterven. Om God te ontmoeten. Moet je even nagaan. Hè? Bij ons op het dorp in de achterliggende week. Donderdag een week geleden kreeg die man de uitslag dat hij ongeneeslijk ziek was. En een week later was hij er al niet meer. En een paar uur later zit er een man op een bankje te bellen met iemand en het leven er zo uit. En dan sta je voor God. Dus ik hoop dat er vanmorgen in Elspeet van die opgejaagde zielen zijn en die niet weten waar ze vrede kunnen vinden, hoe dat nu moet. En toen zegt God vanmorgen, dat ga ik je vertellen. Daar heb ik een oplossing voor. Hoor je dat? Hoor je dat? Als God nou had gezegd, Elspeet, jullie, inclusief die dominee die op de preekstoel staat, die hebben het zo verdorven, ik heb nog één boodschap en dat is de hel voor je. Heb je nou echt gezongen? Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Als God dat nou zou zeggen. Ik heb nog één boodschap. En dat is je rechtvaardige straf. Nee, zegt God. Ik ga je vanmorgen vertellen over de vrijstad. Dus luister, hè. God zegt dat vanmorgen tegen iedereen, ook tegen jullie kinderen. Er is een vrijstad. En of je het nou hoort of niet vanmorgen, dat doet aan God spreken, dat doet aan zijn boodschap niets af. God zegt het. En God kan niet liegen. En God speelt geen spelletje. Hij meent het. En hij meent het bloedserieus. En met die uitdrukking bedoel ik dan het bloed, de dood van de hoge priester, waar we straks in de derde gedachte bij stilstaan. Die vrijsteden, die zijn bedoeld voor als Israël straks in het beloofde land komt. Want als God daar nu over gaat spreken met zijn volk, dan zwerven ze nog ergens in de woestijn. Ze zijn nog onderweg. Maar straks dan komen ze in het beloofde land en dan zegt de Heer, dan geef ik jullie 6 vrijsteden. Dus hij zegt al in de eerste plaats, jullie komen daar. Jullie komen daar. Dat is voor God zo vast en zeker. En dan geef ik jullie 6 vrijsteden. En dan merkt McChain zo mooi op, en dat is gewoon prachtig, hè? Hij zegt, sommige beelden die Israël had in de woestijnreis, die houden straks op te bestaan. En dat manna, want ze kregen geen manna meer. Elke dag viel daar manna uit de hemel. Elke dag raapten de Israëlieten manna op. En dat manna, dat was een beeld van de Heere Jezus. Het is wat.
Dus elke morgen konden die Israëlieten de Heere Jezus zien. Zo als het ware rondom hun tenten neergelegd. Moet Johannes 6 lezen. De Heere Jezus is het manna dat uit de hemel gegeven wordt. En dan heb je nog die steenrots die volgde. Dat was Christus, dat kunt u lezen in 1 Korinthe 10. Dus elke dag was daar dat verse water uit die steenrots. En die steenrots, dat was een beeld van Christus. Nou, die beelden die hielden op als het volk in het beloofde land was gekomen. En wat doet de Heere? Dan geeft de Heere nieuwe beelden van Christus. 6 vrijsteden. Dat doet de Heere. Dat doet de Heere. Hij laat opnieuw een afbeelding, een heenwijzing naar de Heere Jezus zien. En lieve kinderen, waarom zou de Heere dat nou doen? Waarom zou hij dat nou doen? Dat kan toch niet anders? Met maar één doel, omdat de Heere zo verlangt dat die Israëlieten op de Heere Jezus zouden zien. Daarom, kun je toch nagaan? En dan kun je toch nagaan dat de Heere er alles aan heeft gedaan om die Israëlieten zalig te maken. En dan kun je toch begrijpen, als ze nou niet zalig worden, dat dan overblijft. U hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Dus 40 jaar lang, dan valt dat manna. En jarenlang volgt die rotssteen met dat levende water beelden van de Heere Jezus. En als die beelden ophouden, dan krijgt het volk een nieuw beeld in die vrijsteden. En er is nog iets. De Heere spreekt maar liefst 3 keer uitvoerig over die vrijsteden tot het volk. Hier in nummer 35. U kunt er ook van lezen in Deuteronomium 19. En het vult elkaar aan, dat is zo mooi, hè? Want de Heere die zegt nooit zomaar iets dubbel. En dan straks dan onderwijst Jozua in Jozua 20 ook nog over die vrijsteden. 3 keer. Dus blijkbaar is de Heilige Geest er alles aan gelegen dat Israël zal weten, er zijn vrijsteden. Hoor je dat, Elspeth? Die vrijsteden zijn een beeld van Christus. Dus de Heere die wil dat zijn volk zal weten dat er een middelaar, een zaligmaker is. Hoort u dat, Elspeth? God voortijds, veelmaal, op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Maar heel eenvoudig, onze kinderen hebben nu vakantie, maar als je straks weer naar school gaat, dan zal de meester of de juf het uitleggen net zo lang totdat je het begrijpt. En elke keer probeert zij of hij dat op een andere manier te doen. Begrijp je het nu? Vraagt de juf dan. Ja. Dus nummer 35, Deuteronomium 19, Jozua 20. En het is alsof de Heere vanmorgen zegt, begrijpt u het nu? Er is vergeving. Er is een vrijstad. Er is een vrijstad voor iemand die onrustig is. En die gejaagd over de aarde gaat. En God weet of er vanmorgen één in Elspeth is die o, zo bang is om te sterven en God te ontmoeten. En nu is de Heere er
alles aangelegen dat u het zult weten dat er een vrijstad is. Want in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dus God zegt niet zomaar wat. Het is echt. Het is echt waar. Het is echt waar. Er is een vrijstad. En dan is er nog iets, hè. Als je nou die platte grond van het land Canaan, als je een kaartje bekijkt, dat moet je dan thuis maar eens doen. In de Bijbel met uitleg bijvoorbeeld. En als je dan die steden opzoekt, dan zie je dat er twee in het noorden liggen. Telkens één aan de ene kant van de Jordaan en de andere kant van de Jordaan. En dan liggen er twee in het midden van het land. En dan liggen er twee in het zuiden van het land. Ongeveer altijd even ver van elkaar. Zodat als je in het zuiden woont, bijvoorbeeld niet langer hoeft te vluchten om in de Vrijstad te komen, dan wanneer je in het noorden woont. Je zou zeggen, evenredig verdeeld. Wat betekent dat? Als God die steden op een gelijkmatige afstand verspreid heeft door het hele land. Heel eenvoudig. Voor iedereen bereikbaar. En dan moet je nog even aan Bunyan denken. Die man die denkt, hoe verschijn ik nou rechtvaardig voor God, hè? Hoe moet ik nu geloven? Want als je schuldenaar voor God wordt, dan worden dat levensgrote vragen. Dat zeg ik nog een keer. Als je schuldenaar voor God wordt, dan worden dat levensgrote vragen. Hoe moet dat nu? Die mensen kunnen zichzelf niet redden. Hoe moet dat nu? Die hebben vragen. En dan zegt de Heere God maar liefst drie keer. Drie keer. In het noorden, in het midden en in het zuiden. Zal ik dan heel eenvoudig zeggen? De Heere zegt, het kan hoor. Het kan. Het kan. Dus als je nou met een opgejaagd geweten vanmorgen in de kerk zit en je zegt, maar, dat kan niet voor mij. Dan zegt de Heere, maar het kan wel hoor. Hoor je dat zondaar? Het kan wel hoor. Dat zegt God. En ik zou het zo kunnen zeggen met de woorden van Paulus uit Romeinen 10. Nabij u is het woord. Dat moet je thuis ook maar eens lezen. Nabij u is het woord. En weet je wat dat heel eenvoudig betekent, hè? Dan is er iemand in Israël die zegt, en oh, waar is er ergens een vrijstad? Daar moet ik naartoe. Want anders, dan word ik gedood. En sterven, dat is God ontmoeten. En dat kan ik niet. Ik kan God niet ontmoeten zoals ik geboren ben. En wat zegt de Heer nou vanmorgen? Hij zegt, nabij u is het woord. Snap je wat er gebeurt? Daar in dat Oude Testament, daar moesten die mensen vluchten voor hun leven. Ik ga zo uitleggen waarom. Naar een vrijstad. En die waren dus evenredig verdeeld door heel het land. Dus bereikbaar. En ik weet niet hoe het moet. Hoe moet ik nou toch ooit bij de Heere Jezus komen? Ja, je moet vertrouwen, je moet geloven, weet ik wat. Dat is wel zulke vuile, gemene, misleidende taal, hè? En wat zegt de Heere nou vanmorgen? Tegen iemand die het niet weet. Nabij u is het woord. Hè? Dus vanmorgen gebeurt precies het tegenovergestelde als uit nummer 35. Daar zie je die mensen vluchten voor hun leven. En nu komt vanmorgen de Heere in het woord
naar u toe. Nabij u is het woord. Als u de verklaring van Matthew Henry heeft, als u hem niet heeft, moet u hem aanschaffen. Nou ben ik wel heel vrijmoedig, maar ik denk wel dat de diaconie voor de armlastigen dat aan u willen geven. Dus als u zegt van dat kan gewoon echt niet, dominee, dat kan, dan krijgt u er eentje van. En als je een hele partij inkoopt, krijg je nog korting ook. Dat geloof ik vast en zeker. En dan moet u dus lezen bij Romeinen 10 wat Matthew Henry daarover zegt. Want ik ben natuurlijk maar een gewoon domineetje, maar Matthew Henry is een man met gezag. Nabij u is het woord. Dus wat gebeurt er vanmorgen? In de prediking wordt de Heere Jezus u aangeboden en zeer nabij gebracht. En dat voor die man, voor die vrouw, voor die jongen, voor dat meisje. Wat al zo bang is om te sterven en God te ontmoeten. Dat is het beeld van de vrijstaat. 3 keer in de schrift. Want de Heere wil dat wij het weten. Wil dat wij het weten. En dan is er nog iets. Dat is er nog iets. Dat kunt u lezen in Deuteronomium 19. En daarom moet je al die 3 hoofdstukken lezen over die vrijstaat. Want dan wordt het alleen maar mooier. En dan wordt het hele plaatje, het beeld compleet. Weet je wat er in Deuteronomium 19 staat? U zult de weg bereiden. In orde brengen. Betekent dat. En dat is hetzelfde als in Jesaja 40, dat is nou de taak van de herauten die voor de koning uitgingen. En die moesten zorgen als er al kuilen in de weg waren, dat die kuilen gewoon helemaal gestopt werden. Volgestopt met zand, en zodat die koning straks voorspoedig kon rijden. Of als de takken op de weg lagen, er waren bomen omgewaaid, dan moesten die herauten ervoor zorgen dat alle beletsels op die weg weggenomen werden. En dat moet nou ook gebeuren voor die opgejaagde ziel van morgen. Want dat, ja, kun je dat trouwens voorstellen? Er zijn ook van die hele brutale mensen, die zijn niet meer vrijmoedig, maar die zijn vrijpostig. Die zeggen, dat moet je gewoon geloven. Hè? Dat moet je gewoon geloven, maar dat vind ik heel brutaal. Ik kan er niks aan doen. Maar als je nou ontdekt bent, en God heeft je aangeraakt in je geweten, ja, dan wil je wel vluchten naar die vrijstaat. Maar dan denk je ook, ja, zou ik wel naar binnen mogen? Ik kan me toch best voorstellen, als je zoveel zonde ziet, dan zeg je, ja, maar ik ben wel zo'n vuile zonde. Dan zeg je, ja, ik twijfel of de Heere Jezus wel zo een wil aannemen. En ik hoop dat die er vanmorgen ook zijn. Onderweg dan komen er allemaal van die vragen naar boven. En zou de poort wel openstaan? En zou ik wel naar binnen mogen? En zou het voor mij ook wel zijn? En moet je dan toch niet eerst? Ik ben zo vuil van zonde. En zou ik nou niet eerst eens? En ik ben er zo hard onder vanmorgen. En dan geloof ik haast niet dat het ook voor mij zou kunnen. Kijk, en dan moeten heel die wegen vrijgemaakt worden. Dat doet Jesaja bijvoorbeeld als hij zegt, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En dan moet je horen, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En de Heere Jezus zegt in Openbaring 3... Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur en witte klederen, opdat u niet naakt bevonden wordt, en ogen zalf, opdat gij zien moogt. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan worden al die beletsels en al die jamaars weggenomen. Dus de weg naar de vrijstaat is open. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En nou is te laat. En dat is Gods tijd. Martha en Maria, die sturen gauw een berichtje naar de Heere Jezus, want Lazarus is ziek,
doodziek. Daar kan geen dokter meer helpen. Maar als de Heer Jezus komt, hij kan hem genezen. Maar de Heer Jezus zegt, voorlopig ga ik niet. Dat doet hij altijd. Voorlopig ga ik niet. De Heer Jezus die gaat pas als Lazarus is begraven. Kijk, en dan zegt Martha, als u hier geweest was. Ja, maar ik ben er nu toch. Ja, maar Lazarus ligt al in het graf, al 4 dagen, hij riekt al. Ja, maar ik ben er toch. Luister nou, hè, vanmorgen. Vanmorgen komt dus de Heer Jezus in het gewaad van de prediking tot u. En u hebt al de ja maars. En hij zegt, ja, maar ik ben er toch. Ja, maar ik ben er toch. Al wat u ontbreekt. De Heere Jezus is een algenoegzaam zondaar. Zo moesten die wegen effen gemaakt worden. Opdat die vluchtende doodslager geen hindernis zou hebben naar de Vrijstad. En vanmorgen komt de weg naar u toe. Nou kom. Wat voor bezwaar heb je nu dan? Om je te laten zaligen. En tegen elk bezwaar zegt de Heer Jezus. Ja, maar ik ben er toch. Ik ben er toch. En dat is een gave. Als er nou een jongetje morgen jarig is, hè, in de gemeente, en dan krijg je een cadeautje, heb je dat dan verdiend? Nee, dat is een gave. Dat was onze eerste gedachte, de gave van de vrije steden. Onze tweede gedachte, weet je, wat was de tweede gedachte ook alweer? Schuldenaar of slachtoffer? Want voor wie is die Vrijstad nu eigenlijk? Wie mogen daar nu naartoe vluchten? Welke mensen zijn dat? Hey, je ziet ze rennen voor hun leven. Wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen? Dan nummer 35, die maakt heel duidelijk onderscheid tussen 2 soorten doodslagers. Mensen die het expres hebben gedaan, die hebben alvast een ijzeren staaf meegenomen. En zeiden, als ik hem zie dan, weet je wel. Het is maar goed dat je soms niet zo'n ijzeren staaf in je handen hebt. Je kunt soms zo boos worden op mensen. Als ik hem zie. Nou, voor zulke mensen is er geen Vrijstad, zegt de Heer. Dus er zijn mensen die het opzettelijk doen met voorbedachte raden. En dat is erg. Voor die mensen is er geen verzoening. Kunt u lezen in vers 31. En volgens Deuteronomium 19 moeten de oudsten van de stad, van die vrijstad, als het zo. Hè, dus zie dat voor je iemand die alvast die ijzeren staaf meegenomen is. En als ik hem tegenkom, dan sla ik hem. En dan is hij gestorven. En dan vlucht hij naar de vrijstad. Maar die oudsten die zeggen nee. Maar je hebt dat expres gedaan. En die leveren hem uit aan de bloedwreker. En de bloedwreker die zorgt voor de ere van de familie. En die mag die man die andere expres heeft doodgeslagen, doden. Nee, de Vrijstad is een toevlucht voor mensen die in een ongelukkige situatie zijn terechtgekomen. Die iemand per ongeluk hebben gedood. Dat kunt u lezen in vers 15, onze tekst, en vers 22 en vers 23. En Deuteronomium 19 die geeft daar ook een voorbeeld bij. 2 goede buren, 2 vrienden, die gaan met elkaar naar het bos om hout te hakken. En ze zijn echt goed met elkaar. En misschien hebben ze ook nog wel een goed gesprek met elkaar. Dat weet ik niet. Kan. En die een die is zo hard aan het slaan met die bijl. En dan schiet dat ijzer ervan af. En het vliegt door de lucht. En zijn buurman die krijgt dat ijzer tegen zijn hoofd. En hij sterft. Dan moet je proberen in te denken. Als dat je overkomt. Dat is hem overkomen. Hè? Dat is hem overkomen. Dat is toch een van de ergste dingen, lijkt me, wat je kan overkomen.
Hé, hey, je hebt een goede buurman en jaar en dag ermee opgetrokken. En dan per ongeluk, dan gebeurt dat. Nou, dan, ja, dan kun je echt wel zeggen, dan vergaat alles voor je. Wat zal die man gewoon ineens beangstigd om zich heen gekeken hebben. En zeggen, wat gebeurt hier nou toch? En oh, had ik maar beter opgelet. En was de bel eigenlijk nog wel goed? En zo komen er allemaal vragen op in zijn geweten. En wat moet hij nou doen? Maar als zijn familie daarachter komt, de familie van die buurman die daar nou dood ligt, dan is hij zijn leven niet meer zeker en hij moet vluchten. Hij moet vluchten naar de Vrijstad. Want de Heere wilde dat elke Israëliet en bijwoner en vreemdeling zou weten dat daarvoor die vrijsteden zouden zijn. Deze arme man, toch. Heel zijn toekomst ligt nu ineens in duigen. Hij was de dag zo blij begonnen en het is nog maar nauwelijks middag en het is zo ellendig voor hem geworden. Zijn leven is ineens totaal veranderd. Ineens. Weet je het nog? Dat er ineens een woord naar binnen ging. En dat het lachen je verging. En dat je levensgrote dood voor je zag, ineens verging het lachen. En dan zie ik hem rennen naar die Vrijstad. Want als hij in de Vrijstad is, en er is onderzoek gedaan, en het blijkt dat het echt per ongeluk was, dan kan de bloedwreker hem niet doden. Ja, hij moet er wel blijven. Die Vrijstad is, hij is onschuldig in zekere zin, zou je kunnen zeggen. En toch krijgt hij straf. Heeft hij al niet genoeg straf? Dat hij levenslang dat met zich meedraagt. Had ik maar niet zo hard geslagen. Had ik maar beter uitgekeken. Had ik maar een nieuwe bijl gekocht. Zo allemaal van, had ik maar, had ik maar. En dan moet hij blijven in die Vrijstad. Hij kan niet meer naar zijn werk. Hij kan niet meer naar zijn akker. Hij kan niet meer bij zijn gezin zijn. Hij kan zijn familie niet meer bezoeken. Hij is eigenlijk levend gevangen in die Vrijstad. Dat is toch aangrijpend. Je zou toch medelijden krijgen met die man. Hij is toch slachtoffer van nare omstandigheden waar hij niets aan kon doen. Zo redeneren wij. Maar God niet. Dus onze tweede gedachte is schuldenaar of slachtoffer. Het zou zomaar kunnen dat er vanmorgen in Elspeet slachtoffers in de kerk zitten die zeggen, ja maar dominee, als je niet uitverkoren bent. En kan ik er wat aan doen dat Adam toen gezondigd heeft? Kijk, want Adam, die kon nog kiezen. Ik kan niet meer kiezen. Sinds de val van Adam kan ik alleen nog het kwade en ik kan het goede niet meer doen. Ik kan mij niet bekeren. En een derde die zegt, ja dominee, ik doe wat ik kan. Ik probeer altijd de middelen waar te nemen. En ik lees trouw en ik bid. En ja, als ik straks verloren ga en ik kom niet in de hemel, dan kan ik er ook niet wat aan doen. Ik heb mijn best gedaan. En toch, wat zitten wij graag in die slachtofferrol. Hè? En weet u wel dat de Bijbel die slachtofferrol niet kent? Dat ga ik u uitleggen ook. In de eerste plaats, in vers 11, gaat het over de doodslager. En daar wordt in het Hebreeuws een woordje gebruikt van dezelfde stam als het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Hoor je dat? Dus in het Hebreeuws wordt hetzelfde woordje gebruikt van dezelfde stam. In vers 11, die doodslager, die man die helemaal confuus. Hij zegt, wat moet ik doen? En die vlucht naar die Vrijstad en die sterft misschien wel in die Vrijstad. En dan is die voor levenslang verbannen.
hetzelfde woordje. Gij zult niet doodslaan. Ook dus niet als je samen in het bos hout aan het hakken bent en per ongeluk niet met voorbedachte raden schiet dat ijzer van de steel af en tref je buurman en hij is gestorven. Dat noemt God doodslaan. Ja, u vond het net wel mooi. Hè? Toen zei ik, de Heere komt naar u toe en de Heere Jezus komt naar u toe en drie keer die vrijzaak. Dat is mooi, hè? Maar wij moeten wel heel het woord nemen. Dus de Heere zegt, wat wij per ongeluk noemen, dat noem ik toch zonde. En ik houd u voor verantwoordelijk. In Genesis 9 staat, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dat ongeluk daar in het bos, had dat kunnen plaatsvinden als Adam niet had gezondigd? Nee, hè? Maar God heeft de mens goed gemaakt, heel goed. In het paradijs gebeurde geen ongelukken. Ongelukken gebeuren na de val. En God schuift de geslachten in één, dat kunt u lezen in Romeinen 5. En hij zegt, en ik houd u en ik hou jou vanmorgen voor Adam in het paradijs. En dan heb ik nog een argument. In Leviticus 4 is er sprake over het zondoffer. En dat zondoffer dat moest gebracht worden als er gezondigd werd door dwaling. Hetzelfde woordje als hier. Per ongeluk, door dwaling. Hetzelfde woordje. Dus er moest een offer gebracht worden. Er moest bloed vloeien. Ook voor deze zonde. Zondoffer. Voor de zonde door dwaling. Per ongeluk. Nou, als het geen zonde was, dan hoefde er ook geen offer voor gebracht te worden. Dus God rekent dat tot zonde. Wat kunnen wij daaruit leren? Nou, heel eenvoudig dit, gemeente. God stelt het recht. Wat is dat, dominee? God bepaalt wat goed en kwaad is. God bepaalt wie de schuldig staat en wie niet. En hij zegt vanmorgen tegen ons allemaal, u staat schuldig. Ja maar, nee. Geen ja maar. Ook die zonde die u per ongeluk doet, daarvoor staat u schuldig. Al maakt God onderscheid tussen zonde met opgeheven hand, dus expres, of zoals hier bij deze doodslager die onvoorziens iemand heeft gedood. Moet je lezen in Handelingen 3, hè? Daar preekt Petrus vol vuur. En dan zegt hij, jullie hebben de Heer Jezus gedood. Die zit. En dan zegt hij even later, ik weet dat jullie dat gedaan hebben in onwetendheid. In onwetendheid. En dan zegt hij weer een paar versen verderop, betert u dan en bekeert u. Nou kijk, die duivel die zegt vanmorgen, en daar is mijn vlees het van harte mee eens. Hij zegt, ja, maar daar kan ik niks aan doen, dominee. En dan voel ik me ook niet, ik voel me wel beroerd, maar ik voel me niet schuldig. Want ik deed dat ging per ongeluk. Nee, zegt Petrus, jullie hebben de Heer Jezus gedood. En je hebt het in onwetendheid gedaan. Dan gaat het over dezelfde zonde als hier met die doodslager. En dan zegt hij, betert u dan en bekeert u. Bekeert u. Voor wie zijn die vrijsteden nu? Nou, dat woordje vrijstad, dat komt van een stam in het Hebreeuws. Dat betekent inkrimpen. Inkrimpen. En dan moet je nog even kijken naar dat beeld. Hè? Die man is aan het hakken en dan schiet dat ijzer eraf. En dan raakt zijn buurman en dan ziet hij die buurman in elkaar zakken. En hij schudt nog een keer. Zeg toch eens wat!
Maar die buurman zegt niks meer, want hij is gestorven. En dan moet je opletten. Dan krimpt die man in. Oh! Dat woordje wordt gebruikt, hè? En dan moet u eens in de spiegel kijken vanmorgen. Sta je dan nog rechtop en dan zeg je, ja, maar luister eens even, ik kan er niks aan doen. Of je moet gewoon geloven, je moet vertrouwen, weet je wel. Gewoon zo rechtop met je bos vooruit. Of is er nu vanmorgen een verslagen ziel, een geraakte ziel, die krimpt in één. Wat heb ik de Heer Jezus gedood? De zaligmaker? De lang beloofde Goël? Ja, gij gedaan. Ga naar binnen. David op de troon, gij zijt die man. En dan komt hij zo van die troon af. En dan zie je hem in Psalm 51 inkrimpen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een botteling pleit. En de poorten van de stad wijd open. Zijn er nog in Elspeet van die mensen die ineengekrompen zijn? Kijk, als God de zonde van onwetendheid al zo erg vindt, de zonde van onwetendheid, hè? Hoe zal God dan oordelen over die zonde die we, ja, toch min of meer expres doen? Als je geweten nog klopt, dan zeg je, dat moet je niet doen, joh. En elke keer ga je toch maar uit naar de bar en de disco en al die rommel op je smartphone en dat geroddel over een ander. Weet je, die zonden, hè, waarvan je weet, dat is niet goed. Als God dus deze zonde al beoordeelt dat hij bestraft moet worden, hoeveel te meer de zonden die u en ik doen, waar we heel goed van weten, dat kan niet. Ik wil er nog iets over zeggen, voor we naar de laatste gedachte gaan. Het Nieuwe Testament is uitnemender dan het Oude Testament. Hè? Want kijk, nummer 35 maakt onderscheid tussen mensen die iemand anders per ongeluk doden en expres doden. Maar moet je nou kijken, het Nieuwe Testament, wie hangt er naast de Heer Jezus? Dat is een moordenaar. Die heeft expres iemand gedood, om wat voor reden dan ook. En wat doet die ene moordenaar? Die vlucht als het ware naar de vrijstad die zo heel dicht naast hem hangt. En hij zegt, gedenk mijner. Kijk, ik hang hier rechtvaardig, zegt hij. Gedenk mijner. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ook voor jou, hè. Dus als er nou een jongen is die zegt van, dominee, ja, het is gewoon waar, hè. Elke keer dan grijp ik weer naar die smartphone. En gisteravond ben ik op een plaats geweest waar ik niet hoor. En er is een vrouw die zegt, ja, ik heb hier zo verschrikkelijk veel geroddeld hier op het dorp de achterliggende week. Zou het voor mij nog kunnen? Ja. Wat? Ik zeg, het Nieuwe Testament is uitnemender boven het Oude Testament, dat is waar. Maar David dan? Die heeft gewoon willen zijn wetens Uria voor en in de strijd gezet. En dan wist hij wel dat Uria gedood zou worden. Dus zie je niet de overvloedige barmhartigheid van God? Indien wij onze zonden belijden en laten, u zult barmhartigheid verkrijgen. Dat wil God u vanmorgen toch vertellen. Wil hij u toch vertellen. Ik ga gauw naar de laatste gedachte, de dood van de hoge priester. Hoe kan God nou vergeven? Hoe kan God nou vergeven? Omdat je ineengekrompen bent, doet God het de arm dicht. Dat is zo zielig. Weet je wel, die fotografen die maken altijd gewoon, als er ergens hongersnood is, dan een foto van zo'n jongetje of zo'n meisje met zo'n hongerbuikje. En zeg je, oh wat zielig, en dan geef je maar weer wat, weet je wel. Doet God dat ook, hè? Als je dus gewoon zegt, oh had ik het maar niet gedaan. Nee hoor, God vergeeft nooit op grond van ons berouw. Of omdat we ineengekrompen zijn, of omdat we onze zonde belijden, of omdat we tranen hebben. Dat komt er allemaal wel bij. Maar wat staat er? Die oudsten die doen een onderzoek. Even opletten, je komt daar in die poorten. Mag ik naar binnen? En waarom?
Ja, we waren aan het hout hakken, dus dan moet je alles vertellen wat er gebeurd is. Nou, kom maar naar binnen, zeggen die oudst. En dan gaan we het eerst onderzoeken of het echt zo is. De regels zijn gegeven in nummer 35. En dan blijkt het waar te zijn en dan zeggen die oudsten, je mag hier blijven in de stad en je mag eruit als de hoge priester is gestorven. Dat is toch een lichtpuntje. Toch een lichtpuntje in die donkere nacht. Als die hoge priester sterft. Hè? En dan maar hopen dat het natuurlijk een oudere hoge priester is. Want ik heb toch kans dat hij eerder sterft dan weer een jongere. Maar stel dan voor dat er net een jongere is aangetreden. Dan moet je misschien wel jaren wachten. En het kan zomaar zijn dat die hoge priester jou overleeft. En dan sterf je in de ballingschap. Dat zou zomaar kunnen. Dus het kan dat je korter of langer in die vrijstad blijft. Of dat je zelfs sterft in die vrijstad. Nou, daar wil ik dit van zeggen, dat de Heere wel altijd op een onderscheiden wijze werkt. Bepaalde dingen in de waarachtige bekering zijn onopgeefbaar en hetzelfde. Maar er is ook weer verschil tussen de kinderen Gods, hoe de Heere dat doet, hoe dat doet. Maar de vrijheid ligt in de dood van de hoge priester. En nu mag je natuurlijk nooit verlangen naar iemands dood. Maar dat is ook zonde. Tegen het zesde gebod. Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch uitziet als je daar in die vrijstad zit. Maar die man die wil graag weer naar zijn vrouw. Of die vrouw wil graag weer naar haar man. En die jongen van 16 die wil ook weer graag terug naar huis. Maar als je buiten die vrijstad komt en de hoge priester leeft nog. Dan kan die bloedwreker je doden. Oh, daar moet je niet aan denken. Dus als je in die vrijstad zit, je krijgt heimwee. Je wil graag naar huis. Je wil bij je familie zijn. En je wil het werk weer doen op het land enzovoort. Het gewone leven. Wat zie je dan uit naar de dood van de hoge priester? En laat ik het maar zo zeggen, daar is geen heerlijker boodschap op een dag. Dan gaat dat door de vrijstad heen. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? De hoge priester is gestorven. Wat? Ja, maar dat wil ik. Dat is echt waar? Is de hoge priester gestorven? Want zijn dood is mijn leven. Dat moet ik zeker weten, dat die hoge priester gestorven is. Daar wil ik een bevestiging van. Waarom? Waarom mocht nu iemand pas naar buiten de vrijheid tegemoet als de hoge priester gestorven was? Een heel schone gedachte is die gedachte van één voor allen. Want de hoge priester stierf als hoge priester. En de hoge priester vertegenwoordigde heel het volk. Zie hem in Leviticus 16 ingaan in het binnenste heiligdom, één keer per jaar, dat bloed sprengen op het verzoendeksel en voor de ark, voor de zonden van het ganse volk. Zie je? Op een gegeven moment zie ik hem niet meer, maar ik weet het werk wat hij daar doet. En nu hoor ik de hoge priester, de vertegenwoordiger van het volk, is gestorven. Zo rekent God. Adam viel en hij bracht de ellende en de dood en de straf de wereld in. En jaren later komt de tweede Adam, de hoge priester, bij uitstek. En hij sterft daar op het kruis van Golgotha. En hij brengt genade en het leven de wereld in. En het wordt vanmorgen nabij u gebracht. Wat? Wat hoor ik vanmorgen? Heeft u het wel eens gehoord? De hoge priester is gestorven.
Daar kunt u Gods knechten aan herkennen. Die zullen altijd u een gestorven hoge priester verkondigen. Wat? Ik lees hier Romeinen 8. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt door de Vader. Dat wil zeggen, u was zo bang om te sterven en God te ontmoeten. Want u kon God niet ontmoeten, een vertoornd God vanwege uw zonden. Maar wat hoor ik? Wat meer is, die ook is opgewekt. God aanvaardt het offer van de hoge priester. En hij zegt tegen elke boetvaardige zondaar die de toevlucht heeft genomen door het geloof tot de vrijstad Christus: uw zonden zijn u vergeven. Want de hoge priester is gestorven. En weet u, dat woordje rechtvaardige, waar Luther zo bang voor was, en ik ook, dat betekent ook in het Hebreeuws betrouwbaar. Dat wil zeggen, je kunt ervan op aan. En waar kun je ervan op aan? En dan spreek ik nog één keer die man of die vrouw aan, die met dat opgejaagde geweten hier in de kerk zit. Waar kun je nu van op aan? Hiervan. God straft geen twee keer. Of door een ander. Of u moet zelf betalen. Nou, dat moet u dan zelf maar weten. Maar God straft geen twee keer. Zie het Lam van God. In hem heeft God zijn recht voltrokken. Als u dat lam niet wilt, dan wilt u zelf betalen. En zelf betalen, dat is naar de hel. Ik smeek u, van Christus wegen, waarom wilt u dan naar de hel? Terwijl u de vrijstad is verkondigd. Amen. Wij zingen Psalm 124, vers 4. We ontkwamen haast des vogelvangers net. 124, vers 4.